beseffen dat Femke gewoon stiekem de deur uit gaat. Dit vind ik leuk. Echt leuk hoor. Dit zijn mijn pannenkoekjes. Ik moet dadelijk dus naar die shoot. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik ben echt net pas wakker. Ik ben al meerdere keren wakker geweest vanochtend. Maar het is gewoon 11:15. En dat is voor mij echt een wonder. Want normaal ben ik altijd rond 8:00 wakker. Dus I don't know what happened. Nu voel ik me echt zo'n lui persoon. Want ik ben normaal echt nooit zo laat wakker. Ik ga even naar beneden. Ik denk dat ik even ga lunchen. En mijn plan is om gewoon home workouts te doen in mijn kamer of op zolder. Ik denk op zolder, want daar heb ik meer ruimte. Ik heb net een poging gedaan tot home workouts. Ik heb echt maar een paar oefeningen gedaan, want ik weet niet. In mijn kamer sporten vind ik gewoon echt niet fijn. En het is nu buiten een beetje te koud om in de tuin te gaan sporten. Dus om het te compenseren ga ik vanavond denk ik gewoon een heel groot stuk wandelen. En dan hoop ik dat het snel gewoon weer lekker weer is en ook gewoon in de tuin lekker fit kan zijn. Ik ga even omkleden en dan ga ik denk lopend naar het dorp toe om mijn pakketjes op te sturen. Ik heb alleen even mijn oogmake-up gedaan. Mijn outfit is deze top van de Zara. Mijn Louis Vuitton ketting. Mijn nieuwe riem van Reinders. Deze broekjes van de Pull & Bear. En mijn Nike P6000. Ik dacht, ik trek gewoon even een normale outfit aan en geen tokkie outfit. Zodat ik me toch nog even een beetje levendig voel. Want ja, ik word er niet heel vrolijk van om elke keer in mijn lazy kleding te zitten. Want daardoor voel ik me gewoon 10 keer zo nuttelozer dan dat ik al ben. En het is nu 1:03 en ik weet gewoon niet meer. Oh, dit echt, de vlogs de komende tijd gaan zo saai worden. Het enige interessante wat er gaat gebeuren zijn de pakketjes die ik bestel. Maar dat houdt op een gegeven moment ook op. Want we kunnen niet werken, dus er zijn ook geen inkomsten meer. Dus top. Ik ga voor nu denk ik gewoon even Love Island kijken. Misschien ook vanavond nog met Femke gaan wandelen. Het is niet super warm, maar het is nu wel droog. Dus dat scheelt. Ik heb mijn make-up er toch maar afgehaald. Ik heb net gegeten en ik ga nu even brownies maken met Vint. Kind verveelt zich heel de dag. Ik dacht, nou laten we brownies gaan maken. Ik heb niet zo heel erg veel gegeten, dus ik mag wel een beetje zondigen vandaag. Als het goed is ga ik daar nog met Femke wandelen. De zon komt weer een beetje door, maar het is wel fris. Dus ik ga denk dadelijk wel even een dikke trui aan doen en mijn jas. Dat is dan nog mijn planning voor deze avond. Onze chocolade Oreo brownies is klaar. Dat was gewoon super simpel pak van de Action met water en boter. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ik kan dus zien op de live locatie dat Femke in deze straat is, maar ja, ik zie er nog niet. Ik zie jou echt hier wel midden de nacht sneaky crafty spuiten. Ja. Wow, dat is echt een goede plek ervoor. Nou, welkom bij onze hoogtepunt van mijn sociale leven momenteel. Ja, ook de mijne. Oh my god. Ja, ons sociale leven is gewoon is gewoon loesje. Ja, is gewoon normaal. En beseffen dat Femke gewoon stiekem de deur uitgaat. Ja, nee, ik heb het nu tegen mama gezegd. Goedemorgen, het is al vandaag de volgende dag. Ik heb net gedoucht en ik heb even mijn haar geveund. En nu ga ik even omkleden en mijn make-up doen, want Mike komt mij dadelijk halen. En dan gaan we samen naar Biesbos. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik denk dat we daar foto's gaan maken en gewoon een beetje wandelen. Ja, dat is voor nu even de planning. Ik had besloten om eerst mijn haar en mijn make-up te doen. En dan pas te kijken wat ik aan ga doen, want daar ben ik gewoon altijd het langst mee bezig. Ik doe 100 outfits passen en dan, ja, ben ik altijd te laat omdat ik mijn outfit gewoon nog niet weet. Dus ik dacht, laat ik gewoon mijn haar en mijn make-up alvast doen. Deze krul is echt lelijk geworden. Maar laat ik alvast mijn haar en mijn make-up doen. Dan komt het vast goed. Dus ik ga nu even kijken wat ik aan ga doen. Want het is niet zo super warm buiten. Mijn outfit van vandaag is best wel basic. Ik heb een blouse aan van de H&M volgens mij. Ik heb mijn Louis Vuitton ketting aan. Ja, mijn oorbel heb ik altijd in. Deze broek van de Pull & Bear. Maar ik had liever gehad dat de mom jeans was. Want ik ben gewoon de strakke spijkerbroeken zonder gaten. Vind ik eigenlijk best wel saai. Adidas Falcon schoenen aan. En daarbij doe ik dadelijk mijn lange, ik weet even niet meer hoe die jas heet. Maar in ieder geval deze jas. Mijn Fanny. En ja, nu ga ik even een bijtje maken en wachten tot Mikey er is. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een hondje lopen in het bos. In het bos? In het bos. Zoals half Nederland, maar hè? Ja, inderdaad. Wij zijn bij het Biesbos. Jij bent hier ook nooit geweest, toch wel? Nog nooit van mijn leven. Nee, ik ook niet. Maar ik ben benieuwd. Mikey heeft zijn camera weer gereed. Ja, zeker. Want ja, door de corona gaat iedereen nieuwe hobby's zoeken. Of ja, oude hobby's weer terugvinden. Dus ja. Ja, ik wil wel bevers zoeken eigenlijk. Ik weet niet of we die gaan vinden, maar
We kunnen een poging wagen. Ik vind het wel leuk dat je verschillende routes hebt, want dan hebben we gewoon wat te doen vandaag. Ja, dit vind ik wel schattig. Dit vind ik leuk. Dit is echt schattig. Oh, erin. Zal ik erin gaan? Ja. Dit is echt donker. Ik durf niet. Oh nee, dit is donker, dit is donker, dit is donker, dit is donker. Oh, dat is weer zo'n een. Kut. Oh, ik dacht ook even dat er een was, ja. Maar helaas. Wat kut, weet je. We zijn geprankt door de eenden. Jammer, echt. Het was echt super schattig gewoon. Ja, hè? Gaan we hier naar boven? Ja, nou even nog even verder lopen. Ik kon bevers zien. Ja, ja, maar ik dacht me hier boven uitzicht op bever. Oh, boven. Ja. Oh. Dit is echt schattig. Ik vind het leuk hier. Ik voel me net zo'n klein kindje in de speelbos, weet je wel. Ja. Knaagsporen. Oh, wat grappig dit. Nou, hier leven bevers, alleen we zien ze niet. Goedemorgen. Gisteren had ik na het bos eigenlijk niet meer gefilmd. Ik heb ook niet zo heel veel bijzonders meer gedaan. Ik wil wel proberen mijn workouts weer op te pakken. En anders wil ik gaan hardlopen. Om conditie op te bouwen. Dus ja, ik heb nu een pakketje. Die ga ik even uitpakken. Volgens mij zijn dat mijn sugar bears. Als je vakker voor de bent geweest, dan... Oké, deze methode gewoon. Yes, ik heb een nieuw potje sugar bears en ik heb een mini bio silk. Omdat, dan moet ik geen verzendkosten betalen. Dit is mijn derde potje en ze zeiden van, na 3 maanden zie je echt verschil. Het is echt gegroeid, want mijn haar was eerst echt goed hier. En het voelt ook gewoon echt super zacht aan. Veel zachter dan mijn eigen structuur van mijn haar. Dus... Ik weet niet, ik denk dat het wel gewoon helpt. Ik heb mijn sportoutfit aan. Want ik moet mezelf gewoon echt gaan dwingen om weer gewoon te gaan sporten. Want ik was zo goed bezig. Ik was eindelijk ook op gewicht wat ik waar ik tevreden mee was. Maar ja, dan moet ik wel voor zorgen dat ik op dat gewicht blijf. Dus ik ga nu in de tuin proberen te sporten. En dan wil ik daar ook nog een heel stuk gaan lopen of hardlopen. Iets in die richting. Ik ga nu dus even sporten. Ik heb dus een schema van Hanna Oeburg. Alleen daar heb ik zeg maar deze voor nodig. Maar dan een minder zware versie. Want deze is dus veel te zwaar, zeg maar. En ze verkopen deze bij de Action. Maar elke keer is die lichte versie uitverkocht. En ik ben echt al 5 keer bij de Action geweest om te kijken of ze hem hebben. En elke keer hebben ze hem niet. Dus ik doe nu gewoon even een beetje mijn eigen ding. Ik ga tussen elke workout ga ik springtouwen. Gewoon om extra calorieën te verbranden. Ja, dan kijk ik maar even hoe ver ik kan komen met bovenliggen. Mijn outfit voor vandaag. Deze jurk van Naked. Ik heb weer mijn Fanny aan van Guess. Ik hou gewoon echt van deze kleuren. Voor het eerst weer een keer mijn horloge aan. Ik heb mijn P6000 aan. Deze ketting van Momo. En ja, mijn oorbellen van Bionook. En ja, dit is mijn outfit. En daarbij doe ik deze jas aan. Het zonnetje schijnt, dus het is best wel lekker. En make-up is vandaag echt super minimaal. Ik heb echt letterlijk alleen maar mascara opgedaan. En wenkbrauwgel en dat was het. Maar Mike kon mij zo meteen ophalen, want hij gaat zijn haar millimeteren. Tenminste, dat gaat Nicky voor hem doen. Nicky is al half kaal. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat staat bij Mike. Want volgens mij heeft Mike dat nog nooit eerder gedaan. Tenminste, niet sinds dat ik hem ken. En ik ken hem echt al vanaf zijn 12e. Dus... Ja, Mike. Die ik ga leuk van achter naar voren, hè. I know. Ah, oh, nee, wacht even. Oh, fuck dat, dik. Oh mijn god. Oh, dit vind ik echt leuk, hoor. Zo. Oh. Oh, dit is echt een kapot lelijk zo. Heb je dat ook nog meer aan het denken? Zo. Ja, maar je hebt echt dik, dik en veel haar, hè. Doe je pet eens op. Ja, dus 1 keer en echt nooit meer. Maar het is even niet anders, hè? Geen kappers meer. Nee, nee, ja. Ja, ik wil het niet lang laten groeien, want dat is al helemaal ernstig. Jazeker, ik heb honger. Yeah! Ondertussen avond. Ik heb me omgekleed en mijn make-up gedaan. Want ik ga zo meteen met Femke wandelen, maar we gaan ook foto's maken. Outfit van LA Sisters aan. Deze blouse
blazer. Het is een blazer. Deze blazer is van LA Sisters. En deze broek ook. Femke en ik gaan elkaar zo tegemoet lopen. En dan gaan we even shooten. Ik ben onderweg naar Femke. Maar ik kreeg dus een berichtje. Op dit moment, zeg maar, ik werk in een zonnestudio. En die was dus tijdelijk gesloten. En ik kreeg... Ik weet niet of je me hoort door de wind. Maar ik kreeg net dus een berichtje dat ik weer moet gaan werken. Dat we morgen weer open gaan. Alleen we krijgen dan aangepaste roosters. Als ik tot 28 april thuis zou moeten zitten zonder werk. Dan ga ik denk echt me echt dood vervelen. Want ik zit nu anderhalve week thuis. En ik weet het nu al gewoon niet meer hoe ik alles moet plannen. Voor de zoveelste keer. We zijn weer op pad en vandaag zie je er fatsoenlijk uit. Ik heb mijn best gedaan. Ja, ik ook. For a change. Shannon ziet er ook fucking mooi uit. We hebben allebei een keer fatsoenlijke kleren aan, make-up op. Dus we gaan er gebruik maken. Maar even. Dit is zo'n leuke fotolocatie, dit huis. We kwamen dit echt toevallig tegen. En het licht is ook echt perfect. Ja, het licht is warm en de sfeer van het huis is warm. En kom. We hadden het over een oprit. Ja, de welbekende oprit waarvan Femke dacht dat het de straat was. Ik dacht dat het een doorgang was. Maar hier kwam net rustig een trekker uit. Dus. Nee, lijkt toch alsof je uitkomt bij een andere straat. Het lijkt niet op een oprit van iemand. Ik vind het gewoon op een oprit van iemand van het platteland. Maar... Oké, dus hier liepen we door de week, liep hier in. Omdat ik dat wilde. En Shannon probeerde mee te nemen, maar toen... Ik kwam erachter dat het echt oprit is. Ik ben nu naar huis aan het lopen. De zon is al onderaan te gaan. Mijn handen zijn echt bevroren. Want het is best wel koud nog buiten. Maar ja, we hebben tof foto's gemaakt. Ik heb nu zoveel foto's dat ik waarschijnlijk niet ga kunnen kiezen welke ik erop ga gooien. Ik ben nu thuis. Ik ga lekker mijn kleding uitdoen, mijn make-up eraf halen. En even een maskertje opdoen. En dan ga ik Love Island kijken. Ik ga deze bubble sheet mask opdoen. Ik heb deze volgens mij wel eens eerder gehad. Ik heb ook eigenlijk nooit echt het idee of gezichtsmaskers echt helpen. En dit moet 15 minuten blijven chillen op mijn gezicht. Nice, ik ga Love Island kijken. Ik ga helemaal stuk. Het ziet er niet uit en ik hoor gewoon de bubbeltjes knetteren. Ik heb mijn maskertje eraf gehaald. Ik ga even goodnight zeggen, want ik ga Love Island kijken en daarna ga ik slapen. Dus, tot morgen. Goedemorgen. Zoals je ziet lig ik nog in bed. Ik ben gewekt door Vince, omdat meneer een armbandje voor mij gemaakt heeft. De planning voor vandaag is met Mike in de tuin sporten. Echt. Dat was mijn teven. Ik laat hem laatst het zo vaak vallen. Maar het gymleven gaat op dit moment niet zo lekker. Het is op een gegeven moment gewoon zo demotiverend. Thuisworkouts zijn niet zo... Ik vind ze niet zo leuk om te doen. Want in de gym, als je met gewoon gewichten krachttraining doet, dan zie je constant verbetering. Dan zie je steeds dat je zwaarder en zwaarder kan pakken. Losse gewichten kopen is gewoon super duur. Ik ben ook echt zo dom geweest. Ik had... Heel leuk een H&M pakketje besteld. En hij wordt vandaag geleverd. Kom ik erachter dat ik hem op het verkeerde adres heb besteld. Echt mijn oude adres waar ik al 2 jaar niet meer woon. Mijn achternaam klopt niet. Want ik had hem verbonden met Facebook. Maar met Facebook heb ik mijn moeders achternaam. Ik kon nog snel wijzigen of ze hem naar een afhaalpunt konden brengen. Maar je moet daar je legitimatie laten zien. Maar heel die naam en geboortedatum en adres, niks klopt gewoon eraan. Dus ik hoop dat ik wel mijn pakketje meekrijg. Goedemorgen. Gisteren heb ik dus letterlijk alleen maar mijn video geopend. En daarna heb ik ook gewoon niks meer gefilmd. Dat komt omdat ik heel de dag op Vince moest passen. Dus ik had gewoon basically niet echt heel veel tijd om gewoon te filmen. En ik heb ook echt niks boeiends gedaan gisteren. Mijn luie leven is voor nu half voorbij, maar ook nog half aan. Ik moet morgen en overmorgen moet ik werken. Vandaag heb ik een shoot in Steenbergen. Nu moet ik ook nog op Vince passen, maar die zit beneden tv te kijken. En ik wil eigenlijk daarna gaan sporten in de tuin, maar het is weer super bewolkt. Terwijl de aangegeven stond dat het gewoon de zon zou schijnen. Maar ik moet echt weer gaan sporten, want ik doe nu echt laatst geen flikker.
Ik ben zo gedemotiveerd. Ik ga bananenpannenkoeken maken met eiwit. Om het extra gezond te maken. Daarvoor heb je nodig een banaan. Meestal gebruik ik 2 eieren, maar ik gebruik er 1. En dan eiwitten, zodat er minder calorieën in zitten. En dan doe ik wat eiwitpoeder erbij. En koek- en speculooskruiden. En dat ga ik allemaal mixen met elkaar. En dan ga ik allemaal mini pannenkoekjes maken. Ik heb 20 gram eiwitpoeder erbij gedaan. Zeg maar alles wat ik erin doe. En dan ga ik er nu wat speculooskruiden erbij doen. En dan ga ik dit mixen en dan ga ik daar pannenkoekjes van maken. Zo ziet het beslag eruit. En zo komen de pannenkoekjes ongeveer eruit te zien. Als topping gebruik ik kwark. Dat is proteïnekwark. En pindakaas. How pretty. Dit zijn mijn pannenkoekjes. Normaal is het lekker om blauwe bosbessen eroverheen te doen of aardbeien. Maar die had ik nu niet. Dus ik heb het nu gewoon met heel veel kwark en pindakaas gedaan. Zo lijkt het echt op spekkoek. Zo fascinerend. Ik moet dadelijk dus naar die shoot. Ik vind het best wel spannend, want ik doe dit normaal nooit. En het is gewoon voor Insta om hun kleding gewoon te promoten en zo. Altijd als ik foto's ga maken en moet poseren, is het altijd voor mensen die ik ken. Dus dat is niet zo ongemakkelijk. Maar dit zijn mensen die ik niet ken, dus ik ben benieuwd. Mijn outfit voor vandaag is dit t-shirt van New Yorker, denk ik. Ik heb geen idee eigenlijk waarvan die is. Volgens mij van de New Yorker. Deze blouse is van LA Sisters. Staat ook op de achterkant. Ik heb een broek aan van Vera Moda. Mijn Gucci riem. En mijn kerstlaarsjes. Ik ga mijn pakketje proberen op te halen. Ik hoop echt dat ik hem meekrijg. Want er staat wel legitimatie is verplicht. En dit en dat. Nou, first of all. Ik moet nog steeds mijn paspoort ophalen. Want die ligt al een week klaar. Ik heb er ook niet aan gedacht. Ja, ik heb niet eens een geldig legitimatiebewijs. Plus mijn achternaam klopt niet op het pakketje. Dus daar zou ik echt geen ene fuck aan hebben. Nou, ik heb mijn pakketje binnen. Hij deed wel echt moeilijk. Want ja, hij zat allemaal van, ja, maar hij moet op ID en dit en dan. Het pakketje stond zeg maar de verkeerde achternaam. En in het systeem stond gewoon mijn echte achternaam. Dus ze kon hem wel gewoon meegeven met vertoon op mijn ID, die ik niet heb. Op mijn rijbewijs dus. Maar ik ga nu rijden, want ik moet over een half uurtje daar zijn. Ik ben net klaar met shooten. Was ook super leuk. Het is echt een super toffe winkel. Het is wel echt mijn kledingsmaak. Sommige dingen niet, maar heel veel, meeste wel. LA Sisters bijvoorbeeld. Maar ik ben nu onderweg naar de auto. Ik heb nog wat gekocht, want ik heb een cadeaubon gekregen daarover voor het shooten. En nu ga ik richting Mikey. En dan ga ik dadelijk even laten zien wat er in mijn H&M pakketje zit en wat ik gekocht heb. Bij Mike, alleen Mike is er zelf nog niet. Dat is maar even wachten. Maar ja. Ik heb dus bij Vato Moda heb ik geshoot. Ik ga even laten zien wat ik heb gekregen. Oh ja, doe maar. En mijn H&M pakketje. Ik weet niet dat jij het mooi zo, vindt. Nee, ja, nee, we wel. LA Sisters. Ja, dat, ik had niet veel anders verwacht. Deze. En hier heb ik ook in moeten shooten, toevallig. Oh, echt? Ja. Okay. Maar ik had deze gekozen omdat dit is geen trui, dit is gewoon een lange mouwen shirt. En dat is gewoon super comfortabel. Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem aan leuker dan, want ik heb hem ook op de... Ja, je moet tegen de camera praten. Ja, maar ik praat ook tegen jou. Okay. Ik doe multitasken. Cool. Maar ik had hem ook gezien bij hun op de webshop en toen vond ik hem niet zo leuk. Maar toen ik hem aan had, vond ik hem eigenlijk wel leuk, dus... Leuk toch? Ja. Yeah. En nu het pakketje waar ik zoveel moeite voor heb moeten doen. Ja. Die man was eigenlijk echt pist, hè. Hij zei, ja, dit is echt niet handig. Het is echt, dat raak je in de war en zo allemaal. Ik dacht, ja, hallo, ik heb al 100 keer gezegd dat ik dat heb laten aanpassen bij H&M. Een blazer. In het nude. Ja, het zwarte staat zo duister. Maar... Ja, het is mooier met lichte kleuren. Maar ja, deze blazer. Maar je ziet het weer niet goed. Te lekker. Amateuristisch. Dat was iets van 30 euro. Dat is niet duur voor een blazer. Oh. Ik heb een nude kleurige pantalon. Nice. Maar die ga ik boven dadelijk even passen. Deze pantalon is best wel lekker. Ook wel. I like it. Oh, deze foundation is echt te licht voor mij, zie ik nu. Maar ja, het is vandaag zaterdag. Ik moet nu gaan werken. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Want ik heb gewoon... Ja, ik moet werken dit weekend, dus ik heb niet veel meer te melden. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video.